Vanavond is de eerste try-out. En dat betekent dat we allemaal een beetje nerveus zijn natuurlijk. Want we hebben wel goed gerepeteerd. Er zijn een aantal mensen natuurlijk gekomen kijken afgelopen week. Dat noem je de montageweken. Goede reacties opgekregen, maar vanavond is het voor het echie. Ik ben altijd nerveus voor het try-out, ja. Elk gebaar van liefde, dat moet hij onderdrukken. Maar probeer eens om in het verhaal een beetje los van Tom te komen. Ze staan wel te popelen. Ze willen het vreselijk graag laten zien, ja. Ja, ook natuurlijk bloedzenuwachtig. Hoe gaat het met de voorbereiding? Ja, dit gaat wel goed. We hadden natuurlijk verwacht dat we van alles, ja, nieuw theater, aanpassingen, kinderziektes. Nou, ik heb ze nog niet, ja, misschien ben ik een hele slechte arts hoor, maar ik heb nog geen kinderziektes kunnen ontdekken in dit theater. Er zijn dagen dat ik vergeet dat ik in een nieuw theater zit. Het voelt heel erg als, ja, goed, alsof ik hier al jaren werk. Marianne is een verzierige. Die moet al die onzin gewoon uitvoeren. Dus zelfs uitkleden. Ik kan slechte aanwijzingen negeren, hè, David? Echt, dat is het geheim van goede acteurs. Bonbons uit Zürich. Ik vind het uitstekend dat hier nu dit de Lamar Theater ook een doel heeft om stevig drama te brengen. Niet alleen het dichtere werk. Veel plezier, één trap op. Weet u dat u vanavond een van de eerste gasten bent in de Mary Dresselhuiszaal? Nee, dat wist ik niet. Wat leuk. Wist u dat u vanavond een van de eerste bezoekers bent van de nieuwe Mary Dresselhuiszaal? Nee, dat wisten we niet, nee. Dat is wel een verrassing dan. Ik vind het wel heel fijn om te gaan doen. En ik ben natuurlijk ook gewoon zo, ja, we zijn al aan het repeteren hier. En je merkt hoe heerlijk dit theater speelt tot nu toe. Ik heb het natuurlijk nog niet helemaal meegemaakt, maar het kan alleen maar fijner zijn. Ik vond het een hele fijne avond. Ik heb ervan genoten. Ja. Perfect. Een mooie zaal. Prachtige zaal, ja. En een mooie voorstelling. Goed geacteerd. Ik vond dat heel goed. Het was boeiend. Het hield je aandacht vast. Als de aandacht vasthoudt, vind ik altijd dat de voorstelling goed is. Hoe ging het vanavond? Geen goed. Het is een beetje vreemd. Wennen aan het publiek. Goeie eerst.